Hoe weet je of iets waarschijnlijk is of niet? Filosoof Johan Braakman raadt mensen aan om over die vraag na te denken alsof het een kruiswoordraadsel is en het antwoord een woord dat je daar moet invullen. Het moet in de hokjes passen en het moet kloppen met de woorden die er verder in staan. Een voorbeeld. Neem 20 horizontaal. De theorie die verklaart waar wij als mensen vandaan komen. Als je in God gelooft, dan denk je al snel creationisme. En het woord lijkt ook te passen. Mooi, denk je, die is binnen. Maar dan ben je er nog niet. Want je moet ook de rest nog invullen. Bijvoorbeeld 1 verticaal, aardkunde. Dat is geologie, maar dat past niet bij creationisme. En ook andere woorden blijken niet te matchen. Neem 26 verticaal, studie van fossielen. Het antwoord is paleontologie. Past ook niet. Of 31 verticaal, leer van de erfelijkheid. Dat is genetica. Of 22 verticaal, studie van heelal, sterren en planeten. Het antwoord is astronomie. Het past allemaal niet. Creationisme matcht dus niet met een heleboel wetenschappen. En hoewel creationisme een mooie oplossing leek voor in je kruiswoordraadsel, is het logisch om te concluderen dat het toch niet past. Dus dan moet je op zoek naar iets anders. En dan blijkt, evolutieleer past en strookt wel met alle andere wetenschappen. Zo kan de metafoor van het kruiswoordraadsel je helpen te bedenken wat waarschijnlijk is en wat niet.